We zijn vandaag hier met Romy van Snuitenbol bij Beneesje Middel. En vandaag gaan we de serie voor haar kanaal opnemen. Jouw paard, mijn paard. Mm-hmm. En de vorige keer zijn we bij haar geweest toen heeft Tessa op Snuitenbol gereden. Dat ga jij. Ja, dat superleuk. En nu ga ik op Verona. Je gaat wel springen, geloof ik. Ja, springen. Dus we gaan straks naar de springtime. En dan gaat ze voor het eerst sinds? Sinds april 2015. Dus weet ik nog heel goed. Ruim anderhalf jaar. Dat was mijn examen voor de instructeursopleiding. En toen moest ik op mijn eigen paard en een paard van een klasgenootje springen. En sindsdien heb ik nooit meer op paarden gesprongen. Altijd op ponies. Dus, nou, ze zijn iets groter. Ja. En ze gaan iets hoger meestal. Dus Verona springt heel ruim, dus, maar wel lekker. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Je zegt 1, 2 springen en dan springt ze, dus die is niet zo moeilijk. Nou, dan gaan we gewoon benieuwd poetsen. Ja, we gaan ervoor. Het moet wel even vriendinnen worden, Verona. Ja, we moeten wel even vriendinnen worden. Je gaat niet weigeren met springen. Ik heb het wel gezien hoor, de video's, als je ging weigeren. Zo, even lekker de rugspieren opwarmen met de massageborstel. Verona heeft een hele pak aan en inmiddels Romy ook. Dus we gaan naar de springtuin. Het waait heel erg, dus ik geloof niet dat ik er veel ga praten. We gaan alleen filmen. We zetten er een leuk muziekje onder. Ja, dan hoeven jullie daar verder niet alle rientjes in. Goede oplossing. Ja, precies. Dus we gaan naar de springtuin. Oké. Okay. Wil je lekker ontspannen, paard? Wil je lekker ontspannen? Ja, nog een tapie. Je kan het even zeggen. Oh mijn god. Oh mijn god? Nou god, dat is niet zoveel met water. Oh mijn Verona. Nou, dit vind ik op zich. Ik denk voor het losrijden is het wel prima zo. Misschien straks met springen moeten ze een gaasje korter, maar... Nu zit je goed voorlopig. Ik zit nou wel lekker. Ik ben natuurlijk op dressuur. Op een springzadel dan. Nou, succes. Daar is de bak. Ja. En veel plezier. En ze moeten eerst 10 minuten instappen. Ja, ik doe rustig. Zij is altijd heel. Het is gewoon een moeder, hè? Ja, ze is rustig. Maar gewoon door de bank en zo. Ja, waar je wil. Oké. Dit is de kleine ring, dat is de grote ring. Nou, Verona en Tess, hoor mij. Verona en Romy die hebben net ingereden. Hoe voel je Verona? Ja, hoe vind je haar? Ja, ik vind haar super braaf. En ze rijdt ook heel fijn. In de galop moet ik echt wennen. Ja, als een paard, hè? Anders dan snuit. Ja, echt heel anders. Ja, troostje, ik heb er 3 weken over gedaan om eraan te wennen. Dus, Ja, maar ze doet het in ieder geval heel goed. En ze is gewoon heel eerlijk en braaf. Dus dat is wel super fijn. Ja, poppie ben je. Ja. En nu moet je over de hindernis. Oh, spannend. Ja, ben je zenuwachtig? Nou, ik vind het wel een beetje aftasten van hoe zal het gaan? Ja, kan me wel voorstellen. Maar waarschijnlijk als ik het heb gedaan, denk ik, oh. Ja, dat denk je echt. Ja. Ik bedoel, de eerste keer dat ik met haar over een hindernis heen ging, toen heb ik er maanden vastgehouden en dat was het, meer niet. En toen sprong ze gewoon. Maar ik heb wel zien weigeren op jouw video's. Ja, dat komt omdat ik dan dingen doe of Kim dingen doet die meer met springen te maken heeft. Als je haar gewoon de gang laat gaan en je er niet zoveel tegenaan bemoeit, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar op het moment dat je de leiding neemt, dan moet je ook de leiding nemen. Ja. En bij Verona is het echt zo, als jij niet met heel je hart eroverheen wilt, dan gaat ze ook niet. Dus, ja, ik wil natuurlijk wel gewoon even goed uitrijden. We gaan niet alleen maar meeliften, we gaan wel lekker echt springen. Ja, maar dat betekent dus dat jij met heel je hart eroverheen moet en geen fractie van twijfel moet hebben. Want als jij namelijk gaat twijfelen, dan gaat ze beslist niet. We beginnen met een kruisje. Goed plan. Yes, I believe the best is yet to come. And I believe I can achieve anything I put my mind to. When life gets hard, I reach deep inside. It's so clear to me, the best is yet to come. Oh, oh. Seeing all my friends reminds me of graduation soon. And some may go their separate ways.
dat waren je sprongen. Ja. Hoe vond je het? Ja, superleuk. Hoe vind je het als dressuurruiter te springen? Ja, ja, heerlijk. Ja, ik wil altijd wel zeg maar een beetje allround zijn. Dus ja. Ik denk dat echt voor iedere ruiter en voor ieder paard gewoon super goed is dat je wel de basis van alles een beetje kan. Ja, Verona, ik had zo lang niet op een paard gesprongen. Ze is zo braaf. Ja. En ja, ze geeft je zo'n super safe gevoel. En op mijn kanaal zat een video over mijn springangst, hoe ik dat 2 jaar geleden overwonnen heb overwonnen. We zullen hem even linken in het i'tje. Ja, top. En dit is voor mij dan voor mij persoonlijk echt alweer een bevestiging dat ik gewoon echt met heel veel plezier en ja, gewoon met heel veel plezier heb gesprongen en totaal niet met angst. Nee, maar het is ook wel echt een paard ervoor hoor. Ja, en het is toch een vreemd paard, maar ja, je zit erop en je denkt echt van, oh heerlijk. Ja, maar het, ik moet zeggen, toen ik er kocht had ik dat ook. Ik ging erop zitten alsof je thuis komt. Ja. Ja, ja, dus daar heb je een superleuk paard aan. Yay! Ja, ja meisje. Je doet goed. En daar is Tessa. Wat moet kom je dat doen? Even, wat kom je doen? Oh. Ik wilde kom maar. Ze wilde er niet meer af. Nee, maar Tessa, je gaat lekker uitstappen. Een klein stukje. Romy, onwijs leuk dat je er was. Romy die heeft de serie Jouw paard, mijn paard en dit keer Lots op Corona aan heeft ze gesprongen. Yeah. Zoals jullie net allemaal hebben kunnen zien. Dus klik op het i'tje en dan kom je bij Romy haar kanaal uit Snuitbol. En bedankt dat je er was. Ja, jij bedankt dat je mocht komen. Heel graag gedaan. En ons testetje sluit dan. Wil je meer van ons zien? Klik dan hierboven op het i'tje en doe een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal. Doei! Doei!